Ja, dubbel steelbladdiagram. Het is weer een steelbladdiagram, maar het is een dubbel. En daar moet je eventjes goed op letten dat je goed afleest. Je gaat dan beide kanten gebruiken, maar je gaat ook beide kanten vergelijken. En daar gaat het wel eens mis. Ik ga het laten zien. We beginnen eerst bij vraag A. Van hoeveel beroepen is het uurloon verwerkt? Met andere woorden, hoeveel beroepen vind je hierin terug? Nou, ik ben gewoon gaan tellen en ik zie aan iedere kant 14. Dus je zou denken, dat zijn er 28. Maar dat is niet zo. Want je hebt er aan deze kant 14 en je hebt er aan deze kant 14. Een aantal. En dat betekent dus dat je 14 mannen in een bepaald beroep hebt en 14 vrouwen. En zo kan je het dus vergelijken. Want het gaat om te vergelijken tussen de mannen en de vrouwen. Dus het is in totaal 14 bij vraag A. Dan gaan we naar vraag B. En bij vraag B staat er dat bij de mannen de beroepen van de office manager en arbeidsbemiddelaar gelijk betaald wordt. Dus bij de mannen, dus dan moeten we al aan deze kant gaan kijken. En dan zien ze iets wat gelijk is. Nou, het enige wat ik hier zie aan exact gelijk bij de mannen is deze. En dan zit je dus op 12 euro. Want die 0 staat voor de tiende en die 12 staat voor de eenheden. Dan gaan we naar C. Sorry. Bij de meeste beroepen verdienen de mannen meer dan vrouwen. Nou, nu is er... Er zijn meerdere antwoorden trouwens mogelijk. En nu zeggen ze, zo verdient een mannelijke werkvoorbereider 60 cent meer dan zijn vrouwelijke collega. Per uur. Nou ja, dus dan gaan we even kijken hoeveel dat is. Nu zeggen ze, hoeveel is het uurloon van de mannelijke voorbereider? Dan ga je dus kijken. Dan heb je zeg maar, dit is zeg maar eventjes het mannelijke salaris. En dan zeggen ze, even kijken hoor. Even kijken of ik het goed doe. Ik moet even goed lezen. Oh, wacht eventjes. Doe het even zo. Nu gaan we weer lekker. Zo. Nou, en nu staat er, hij verdient 60 cent meer. Dus nu ga je kijken, die man is dan zeg maar X. En wat moet je dan bij die vrouw kijken? Nou, dan moet je bij een vrouw voor een bedrag gaan kijken met 16e minder. Dus met 60 cent minder. Ofwel met 6 minder, want het is in tiendes. Dus we gaan kijken waarvoor heeft de man, als je bij de man kijkt, heeft de vrouw er 16e minder. Nou, dan ga je kijken. En dan zie je bijvoorbeeld, als je links hebt staan 14,70 euro, hè, dan heeft bij de vrouwen 14,10 euro. Dus dat is een mogelijkheid, dat de man 14,70 euro verdient. Ik was toen gestopt. Want ik dacht, bij welk uurloon, of wat staat er precies, hoeveel is het uurloon? Dus ik dacht, 14,70 euro, klaar. Maar er zijn meer antwoorden mogelijk, hadden ze eigenlijk wel bij moeten zetten. Nou, zo vond ik ook 14,10 euro. Want, of dat klopt niet, denk ik, wat ik hier heb staan. Dan moet ik even gaan zoeken. Even zoeken hoor. Even kijken wat ik nou precies heb. Ja, ik kon het niet meer zien. Ik had opgeschreven 14,10 euro. Dat ik niet in het filmpje hoefde te gaan zoeken. Maar dat klopt niet. Ja, dat klopt wel. Maar nu zie ik dat er eigenlijk 14,20 euro stond. Ik had gewoon weer onduidelijk geschreven. Dit is 14,20 euro. Ik heb dit namelijk op mijn gemakje even uitgepuzzeld. 14,20 euro. Dan ga ik aan de andere kant kijken. Waar heb ik 16e minder? En dat is hier. Dus dan heeft de vrouw 13,60 euro. Heeft de man 14,20 euro. Dat is dus ook een mogelijkheid. Nu vond ik ook nog 12 euro. 12 euro. Kijk hier. Hier heb je ook nog 12 euro. Want dan is 16e minder 11,40 euro. Dus dat was een beetje puzzel. Moest je even uitzoeken. En toen gaf het nakijkboekje gaf die niet. En hoe komt dat nu? Nou, er staat welk uurloon bij deze beroepen, bij de office manager en de arbeidsbemiddelaar, was 12 euro. Dus dat betekent dat niet als de van de office manager en de arbeidsbemiddelaar, als het daar 12 euro is, dan kan er geen werkvoorbereider zijn. Dus dit zit, die 12 euro zit al aan twee beroepen vast. En dat is niet dit beroep. Dus houden we er twee over. Want daarvan zijn de beroepen niet bekend. Van de 12 euro hier is het beroep bekend. Dus wat ga je nu precies doen? Want voor sommigen gaat het misschien te snel. Je moet een verschil hebben van 60 cent. En dan moet het bij de mannen 60% meer zijn. Dus ik ben gaan kijken waar heb ik bij de vrouwen 16e minder. En dan kwam ik dus uit bij 14,70. Hier had ik 14,10 bij de vrouwen. En bij 14,20 bij de mannen had ik 13,6 bij de vrouwen. En dat is dus een beetje hoe je het aanpakt. Nu zeggen ze er is één beroep. En daar verdient een vrouw maar liefst 5 euro per
uren meer dan haar mannelijke collega's. Best veel. En nu zeggen ze, hoeveel is het uurloon van een vrouwelijke hoofd facilitaire dienst? Nou, dan ga je dus kijken weer. En dan ga je kijken naar wanneer verdient de vrouw meer dan de man. Dus je pakt het uurloon van de vrouw. En dat moet 5 meer zijn dan van de man. Dus je gaat kijken, waar is het rechts? 5 meer hele dan bij links, zeg maar even heel simpel gezegd. Dus we gaan kijken, wanneer is het hier 5 meer? Nou, bij 16 niet, want ik heb hier niet 11. Of wacht even, ik zeg het trouwens verkeerd, want bij 16 niet, want de vrouw heeft 5 euro meer. Dus, en dan zou de man 5 euro verdienen. Dus dat kan niet. Dus we gaan bovenin beginnen met tellen. Want de vrouw verdient 5 euro meer. Nou, hier begint het eerste stukje. 1980. Haal ik daar 5 vanaf, dan kom ik uit op 1480. Maar dat zit bij de vrouw. Maar bij de man zit het ook. Kijk maar. Als ik 1980 heb. En dan haal ik 19,80 hebben we nu. Daar haal ik 5 euro vanaf. Dan kom ik uit op... Oh, dat is niet meer te zien, denk ik. Ik denk dat dat net niet meer te zien is. Hoe nog net? 14,80 euro. Als er dus bij staat bij de man, 14,80 euro, dan hebben we hem al gevonden. En dat klopt, dat is dus zo. Nou, toen ben ik wel verder gaan kijken, want ik denk, ja, net waren er ook meer. Maar er is er geen één enkele te vinden. Dus je gaat kijken, waar heeft de vrouw, dit is voor de tiende, zeg maar, 5 euro meer. Nou, hier heeft de vrouw 19,80 euro. Is er een 14,80 euro bij de man, dan heeft de vrouw 5 euro meer. Toevallig was het net de eerste, maar we gaan even verder kijken of er nog meer mogelijk zijn. Er is niet hoor, maar ik laat het wel even zien. Zo. Nou, toen ben ik ook gaan kijken bijvoorbeeld bij de 1760. Is er ook een 1260 bij de man? Nee. Toen ben ik gaan kijken bij 1630. Is er ook een 1130 bij de man? Nee. Toen ben ik gaan kijken bij 15. Is er, maar die zit er niet bij. Toen bij 1410. Ja, en als je hier de 5 van afhaalt, dan haal je het al niet meer. Dus dit is echt de enige. Dan, wat je dus steeds doet, je gaat vergelijken. Maar als je de man vergelijkt met de vrouw, dan moet je dus hier iets pakken en hier iets pakken. En dan heb je verschil. Bij vraag C was het een verschil van 60 cent. Dus dat was 6 tiendes. En bij deze vraag was het 5 hele euro's. Dus dat zijn de eenheden. Ja, dat is dus het verschil. Nou, en dan ging je gewoon kijken het verschil. En als het verschil dus hele moet zijn, dan kijk je naar de binnenlijn. En anders kijk je naar de tiendes. Dan gaan we naar vraag E. Bij vraag E, dan zeggen ze hoeveel procent van de in het diagram bewerkte beroepen leeft de vrouw in een week van 36 uur minder dan 525 op. Nou, 36 uur minder dan 25 euro. Dan gaan we eerst kijken hoeveel is dat per uur. Dus het eerste wat je doet, is die 525 delen door 36 uur. En dan kom je dus uit op 14,58 euro. Dus we gaan nu kijken naar iets lager dan 14,58 euro per uur. Dan ga je dus tellen vanaf 14,10 euro. Waarom? Kijk, 14,58 zit hier tussen. Hè, 14 euro, hier staat bijvoorbeeld 14,10 euro. Als ik deze som doe, en misschien kon je net vraag C en D niet volgen, maar dan moet je even... Eerst uit te kijken over het steelbladdiagram. Je moet wel weten hoe het steelbladdiagram werkt om dit te kunnen volgen. Dus, nou, dan gaan we kijken. Vanaf 14,10 euro moeten we dus gaan vergelijken. Dus we gaan kijken hoeveel zijn er dit. Nou, dan ga ik tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ofwel, 10 van de 14 beroepen verdient minder, hè, bij de vrouw dan dit. Minder dan dit. Nou, 10 van de 14 keer 100%, hè, want zo reken je procenten uit. Dit is het aantal gunstigen, het aantal dat klopt. Dit is het totaal aantal keer 100% en dan kom je uit op 71,4%. Dus bij 71,4% leeft een vrouw, zeg maar, in een week van 36 uur minder dan 525 euro op. Dat is best veel. Ja, dan gaan we, ik denk dat we zover klaar zijn. Ja, we zijn klaar. Dat was hem. Bedankt voor het kijken. Tot het volgende filmpje. Doei!